Het is ontegenzeggelijk dat Sophie Hilbrand een roerige week achter de rug heeft. Ze heeft bakken met kritiek over zich heen gekregen vanwege het gehuil om haar loesje-oud-co-host Khalid Kassem, die bij de medewerkers kennelijk bekend staat als 'schat' en 'lievert'. Een verslaggever van RTL Boulevard heeft haar opgewacht na haar vrijdagshow. Begrijpt Sophie de kritiek? Het is heel dubbel omdat ik het nog steeds ingewikkeld vind. Het was niet anders. Het raakte me gewoon de hele tijd die dag. Het is een pittig artikel wat er verschenen is en dat moet onderzocht, maar dat dat dus zo'n effect heeft. Het is een hele grote consequentie van iets dat opeens op tafel ligt, zeg maar. Dat je denkt, Jezus, hé. Hey. Het is deze week in haar talkshow uitgebreid over het wangedrag bij de NPO gegaan. Tijdens de vrijdagshow merkte Sophie terloops op dat ze maar beter niet kan vertellen over haar jaren bij de vroegere jongerenomroep BNN. Wat bedoelde Sophie daarmee? Nee. Ja, gewoon, dat het altijd. Gewoon. Een sfeer van ehhhh. Ja, weet ik veel. Lekker wijf, dit, of hoe je erover praat. Wat dan nu eigenlijk niet meer helemaal de bedoeling is. Ja, ik moet gewoon denken een beetje aan die cultuur, ja. Presentator Daan Nieber vraagt vervolgens aan de desk van RTL Boulevard, aan collega Eddie Zoe, die cultuur. Jij hebt ook bij BNN gewerkt. Wat zou ze daarmee kunnen bedoelen? Eddie reageert vervolgens echt verschrikkelijk raar alsof er opeens een tweede persoonlijkheid van hem antwoordt. Hij antwoordt heel afgemeten, bozig en streng: Ik ben bij BNN nog nooit een lekker wijf genoemd. We moeten door, Daan. Mediajournalist Jeff Willemsen begrijpt niet wat Eddie hiermee bedoelt. Oef. Een onverwacht, ijzig, ongemakkelijk moment met Eddie Zoe bij deze RTL Boulevard over het NPO-schandaal. What the heck was that about? schrijft hij op X. TV-kijker Lianne zag het live gebeuren en kan het niet plaatsen. Hele normale vraag vandaan, maar dit antwoord was echt heel erg raar. Zijn hele gezicht veranderde ook. Jeff vindt het heel maf. Hoogst opmerkelijk. Het leek Nieber ook te overvallen, dus het zal niet opzettelijk geweest zijn. Kennelijk werd er een gevoelige snaar geraakt. Voor zover ik weet heeft Eddie nooit direct met Sophie gewerkt, alleen zijdelings in Try Before You Die. Merkwaardig genoeg staat dit incident niet op zichzelf. Eddie was afgelopen vrijdag de gast bij de radio-show The Friday Move, waar presentator Wilfred Gené uitgebreid sprak over het wanggedrag bij de NPO. Als Eddie aan tafel komt zitten, merkt Wilfred voor de grap op: Ik ben ook benieuwd wat Eddie Zoe eigenlijk op zijn geweten heeft. Eddie reageert vervolgens eveneens heel raar. Bloedserieus en licht aangevallen zegt hij: Ik heb de vraag gemist. Wat zou ik op mijn geweten moeten hebben? Waar gaat het over?